Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met... Daily. En... Nai. En dus wij gaan vandaag samen een video opnemen. Kijk hoe, thumbs up, duimpjes omhoog. En we gaan de outfit challenge doen. Dat is dus eigenlijk dat ik een outfit ga kopen voor hun. En zij krijgen van mij 50 euro om een outfit voor mij te gaan kopen. En we gaan het doen in de H&M, dus we gaan zelfs naar daar. En ik ben super benieuwd wat ze gaan kopen voor mij. Luna en Haley hebben ondertussen trouwens ook een YouTube kanaal samengemaakt. En ze gaan het zelfs doen, dus ze gaan het zelfs allemaal morgen maken of straks of morgen. En dat gaat noemen ongeveer... Iets met Luna, omdat dat onze namen zijn. Ja, onze namen zijn. Ik zeg, dat nog niet meer zeggen. Ja, het is een verrassing. Maar ik zal een link in de beschrijving zetten. En die gaan daar ook zeker kijken. Want ze gaan kijken hoe video's opnemen en abonneren op hun kanaal dus. En dan gaan we nu shoppen, hè. High five! Woe! Oh. Wij zijn in Ole Shopping Park en we gaan nu dus naar de H&M. Wie gaat er eerst? Nee. Ik? Oké, dus ik ga eerst. En ik krijg een half uur om twee outfits te shoppen. En jullie krijgen ja, ook een half uur om één outfit te shoppen. Allee, tot zelfs! Hopla! Zijn we klaar voor? Ja. Oké, ik ben dus nu in de H&M. Ik ben naar boven aan het gaan, want daar is de kinderafdeling. En ga ik iets voor hun kopen. Ik ben benieuwd. Ik heb gemeten dat ze tot hier komen. En hier hangt dus zo'n reksje ergens. Ik heb dat ooit eens gezien. En kunnen zien tot hoe groot dat is. Ik weet niet waar hun maat is. Ik denk 100, dit is de babyafdeling. Ik denk dat ze een 146 hebben. Er is hier dus iemand, hoe noem jij? Fiebe. Fiebe, en die kwam net naar mij voor een foto. En dat is kei handig, want nu weet ik, heb ik aan haar gevraagd welke kledingmaat ze heeft. En nu weet ik welke maat Haley en Luna hebben. Dus dankjewel. High five. Hoppla. Oké, ik wil dus dat ze ongeveer in dezelfde stijl zijn. Dus ik wil zo wat jeans en dan iets stoffer op. Maar Haley, die wil zo meer zo iets girly, denk ik. En Luna zo iets stoerder. Dus ik ga ze allebei in jeans doen. Maar Haley girlier en Luna stoerder. Oké, ik zal even laten zien wat ik heb. Ik heb dus dit rokje met zo'n... Zo, dat is voor Luna denk ik, voor Haley. Alhoewel dat is groen en misschien moet Haley dan roos als ze curlier moet zijn. En dan, iedereen kijkt me daar aan. En dan, voor Luna heb ik zo'n salopet. Ik vond die niet in 146, dus ik heb die in 142 gepakt, maar dat ziet er kei klein uit. Alhoewel, dus dat zou ook nog wel tof zijn met dit. Dus ik weet het niet. Maar ik ga verder zoeken. Oké, ik heb dus nu voor allebei een truitje met streepjes. Ik weet niet dat er veel strepen gaan zijn, maar ik vond echt niks en ik heb geen tijd meer. En dan heb ik een salopet voor Luna en een jeansrokje voor Haley. Maar ik heb dus nog maar 20 euro over en ik moet schoenen kopen. Oké, ik vind geen schoenen, dus dat gaan we niet doen. Maar mijn outfit is echt nog te saai, dus ik moet nog iets extra hebben. Dus ik ga beneden kijken bij de volwassenen. En dan hoop ik dat daar zoiets van accessoires is of zo. Dat ze dat bij hun outfit past. Ik ben wel heel basic, vind ik. Maar ja. Oké, ik heb alles, dus ik zal het even laten zien. Ik heb geen schoenen gedaan, dat vind ik wel jammer. Maar dus, ik heb andere toffe dingen. Voor, even alles hier hangen. Voor Luna. Nee, voor Haley. Snap je? Heb ik dit. Zo. Met dan. Ik heb een band. Oh ja. Deze band. Goed, dan moet in haar, ik weet niet hoe. Ik hoop dat zij het wel deed. En dan voor Luna. Het is veel streven. Het is veel streven, denk ik. Voor Luna heb ik dit. Zo. Mijn pet. Ze zei net tegen mij dat ze geen petten droeg, maar dat is jammer, want ik vind het daar mooi bij. Dus dat wordt het. Nu ga ik betalen. Het is aan jullie. En hier is jullie kaart. Staat 50 euro op. Dus daarmee kun je betalen. Kom. Oh my god, wat zijn jullie? Dus we hebben al iets in gedachten. En we gaan opletten voor ons taal. Ja, ja. Anders hebben we ondertiteling nodig en dat denk ik niet. Ons accent is echt. Ja, dus we hebben al... Oh ja. Daar. Dus we hebben al iets gezien dat wij sowieso willen. En ik vind het super mooi. En die broek. Een zwarte mooie broek, want ik denk dat ja. Moot. Of ja, Moot. Dat mooi gaat vinden. Ja. En welke? Dus die? Dus die. Het heeft maatje 36 voor de broek, dus. Super cool. En als ze wel kan, dan nog opgerold worden. Maar die oorbellen vind ik wel echt chic. Ja, kijk, dat is toch wel cool met die diamantjes. Nee, niet kijken. Nee. Want Moot is weer aan het zeuren, hoor. Ze is daar.
Ja, achter dat. Ja, oké. Okay. Ah, kijk, een handtasje. Dat is echt super mooi en dat vinden jullie ook. Denk. Ja, dat vinden jullie ook wel mooi. Ja, en dat is super cool, dus. Ja, oké, okay. Dank je. En nu. Schoenen. Nee. Ah ja, oké. Okay. Die of die? Nee, dus deze vonden we mooi. Dan gaan we die nemen. Oké, okay, ja. Ja, haar maatje is 39. Ah ja, nee, 38, 39. Ah nee, we gaan niet toekomen, denk ik. Hoeveel hebben we nu al? Wacht, we gaan even een beetje rekenen. Oké, okay, we gaan toch andere schoenen nemen, want ze zijn veel te duur. 30 euro voor schoenen. We gaan een andere nemen. Wacht, dus ik ga even op haar ja, wacht, springen. Wacht. Maar die zijn ook duur, hè? Wel. Die zijn 30 euro. Maar... Oh. Wat? Oké, okay, dus we zetten ze daar. Vinden jullie de outfit al mooi? Ik alleszins wel. Ik ook. Maar alleen mogen we een beetje over het bedrag, ja. Zo, ik wil echt over het bedrag. Ja, ik weet nu ook niet wat ik moet doen, hè. Andere kant, andere kant. We gaan je schoen nemen. En nee, anders zijn we sowieso overbedrag. Ja. Oh, zo duur schoen, nee. Ja, ik kan moeilijk in mijn strandschoen gaan staan, nee. Die zijn toch niet duur en ze zijn super mooi. En het is haar maat. Hoeveel kost dat? Ze zijn niet duur, het kost maar 20 euro. Ja. Dan gaan we dan nog wel rennen. Ja. Die zijn het. Maar, ah ja, dan gaan we even nog een keer tellen. 5 euro voor oorbel bedoel ik. 5 euro voor oorbel. Maar ze heeft al een handtasje, dus ze heeft al zo'n zwart handtasje, dus kan ze dat daarbij combineren. Ja. Dus, goed. Dus ik ga even het handtasje wegdoen, omdat ja, het gaat anders veel te duur zijn. En ja, ik weet wel niet waar ik moet leggen, dus ja. A few moments later. Ja, ik weet dus echt niet waar ik moet leggen. Ik moet op een mooie plaats leggen, nee, ja. Ik moet mooi weer in de rekjes hangen, hè. De taal nog een keer voor het eerste. Anders moet de rekenmachine gaan halen. Nee, nee. 20 euro plus dan nog een keer 15 euro is dan. Wacht, opnieuw. Dus is 20 euro. En als je het afrondt, is dat 15. 20, dus is dan 15. Plus 15. Plus 5 is 50. Perfect. Ze geloofden niet dat we in ons budget waren gebleven. Dus we gaan dat nu toch niet vlug dat tasje pakken. Dat staat hier. Daar staat hij jullie dan. Ik vind het echt wel super goed wat we hebben gekozen. Ik ga zo blij zijn voor Moot. Het is toch dat ze er ook blij mee is. Maar ik zie ze al helemaal in die outfit. Ja, maar bruin haar gaat er weer mooi zijn. Ik geef heel een kaart af. Ik heb een puist. Dank u wel. Dank u wel. Dag. Hier. Hallo. Oké, wij zijn ondertussen terug in mijn kamer. En dus hebben we alle drie een outfit. En ik ga beginnen. Ja? Ja. Is dat goed? Oké, met wie zijn jullie twee moeten beginnen? Met jullie. Bladsteenshaar. 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 Oh, dat was een haar! Dat is haar! Dus ik geef mij, jij mag kiezen waar ik begin. Ja, oké, bij mij. Oké, dus ik heb voor u iets girly gepakt. Omdat je zei dat jij wel zo'n meisje gegeven hebt. En voor u iets stoerder. Ja, okay. Maar uw mama zei toen ik het had gekocht dat je dat eigenlijk niet veel aan doet. Dus ik weet. Oh nee, dat heb ik al weer. Wat denk je? Is dat zo'n wijde broek? Of? Ah, nee, dat is niet. Dat voor u, doe maar gewoon zo niet. Ja, het is een rokje. Oké, dus, daaronder heb ik een jeansrokje. Oh, en ik heb maatje 146. Is dat juist? Yes? Ah, kijk hoe. Okay. Ik heb dus gevraagd aan echt like, drie kinderen die een foto kwamen vragen. Ik altijd, waar is uw maat? Oké, okay. Het tweede is een troosje. Heel fijn. Oh. Ja, dat is echt mooi. Echt? Ah, kijk hoe! Voilà, dus daar moet je dan zo wat
kleding zo, hè? Ik heb het zo. En daarom was het eigenlijk schoenen, maar ik zat ja, ik had geen geld meer. Dus. Ja, we mochten dus eigenlijk 5 euro per outfit. Dus ik had 100 euro en ik ben eigenlijk wel verloren, want ik zat er 2 euro over. Ja, ik zat er 17 euro over. 17? Ja! 17! Ja! Dan dit, ik weet niet wat het is, maar. Ik weet niet wat het is. Weet jij wat dat is? Ik denk dat dat zo voor zo. Ja, dat is er in je haar, hè? Maar ik dacht, het past daarbij, dus ik dacht ja dan. Ja, oké, okay. Ja, dat is goed. Voilà. Dus voor u? Hoppa. Dat is heel mooi! Echt? Ah, ik doe het keigoed! Oké. Okay. Een broodje en dat hebben jullie gezien, hè? Jullie hebben het gezegd, ja, hè? Dat hadden jullie niet gezien. Maar je hebt ook één gezien. Ja, ik heb ook één ding gezien. Het viel zo hard op dat ik dacht, was dat? Was dat? Hoppa, burgertruitje erbij. Ja? Ja, dat is ik heb denk dat je mee gaat zeggen, kei al jouw kan burger. Nee, dat is echt. Nee, dat zit op een blauwe zit. Want blauw is mijn kleur. Oh, en dan heb ik dus voor jou ook nog iets om op je kop te doen. Maar je zei tegen mij dat je niet graag pitten draagt, hè? Ik heb toch gedaan, wat? Ik heb toch gedaan, wat? Ja, maar ik heb ze niet bij de kindjes gepakt. Want ik zag je kijken bij de kindjes en je keek zo van... Maar hier is... Oh, maar... Oei, het is een stoom. Is het een stoom? Het is niet zo, maar zo... Het past bij de kleur van je streepjes, denk ik. Dus, of zes, dat zal op. Ze gaan nu passen, dus. Doei! Oké, ze zijn klaar. Ik heb nog niet gezien. Kom maar binnen. Ah, ik vind kei schattig! Allee, mooi ook. Jullie zijn niet schattig, zeker. Ellen, ja, dat is... Ja, ik weet niet. Ah, wel, ik vind het wel schoon. Maar het niet een beetje paas? Nee, jij niet? Maar ja, maar niet met een kapsel. Een paas, hè? Met een kapsel. Nee? Het enige dat ik niet mooi vind, is de pet. De pet niet? Ja. Dus de pet en daar moet eraf. Ja. En dan is het goed. Ja. Oké, okay, dan doen we dat af, hè. Ja. Ja. Oké. Okay. Moeten jullie eerst even hier punten geven? Hoeveel op 10? Wat geef jij? Ook met daarbij, hè? Moet je... Dan een 8. Een 8 op 10? Oh, dat vind ik dat goed. Ja. En jij? Hoeveel geef jij? Ook een 8? Oké. Okay. High fives. Wee. Jullie mogen ook punten geven in de reacties. Voor hun punten en voor mijn punten. Trouwens, like en abonneer. Like en abonneer. Oké, okay, dus nu staan hun. Nu mogen zij hun outfit laten zien, hè? Ja. Spannend! Eén ding heb ik al gezien trouwens. Ik heb al gezien dat... Oeh, amai! Zo van die oorbelletjes. Oh, kerstgroen zeg. Zoiets heb ik wel, mag niet. Oké, en dan die oorbelletjes. Jullie hebben alles. Ik heb wat zin en ik heb al dit oorbelletje dan zo. Wat hebben jullie allemaal? Hoe kan dat? Een tasje. Amai. Zo. En dat was schoon, dat ligt er schoon, hè? 17 euro, dus daarom dat ja. Maar zeg, je gaat zo rap. Oké, okay, een broek. Welke maat hebben jullie gepakt? 36? Ja, dat gaan we goed zetten. Amai, oeh, dat is een grote broek. Ja, een grote broek. Ja, dat lijkt een grote broek, hè? Dat heeft geen rits en zo. Ah ja. Ah ja. En dan een t-shirtje, ja, topje of ja, wat dan ook. Dat is een blouseje. Oeh. En dat is dan zo daar. Amai. Met dan daar. Ja, en dat top. Ik ben benieuwd. Ik ook. Weet je nu al mooi of doe je dat wel? Ik denk dat het mooi vindt. Ik ben er niet zeker van. Maar ik denk dat het mooi gaat zijn. Allee, dan zal ik eens gaan passen, hè. We love you, Maud. Oké, we zetten je af. Maud is klaar. En we zijn klaar. Oh my god. Oh, het is weer mooi. Hoi. Ik vind het ook wel mooi. En shoes en al. Ja, ik vind het mooi. Ja, de oorbellen zijn ook cool. Dit zijn de oorbellen. En dan... Een... Voilà. Dat is mijn oorbellen. Ja, tasje vind ik echt kei cool. Ja, geef punten. Dus geef punten voor hoe dat zij het heeft gedaan met mijn outfit. En hoe dat ik het heb gedaan met hun outfit. En ik geef jullie... Een... 9 op 10. Jullie zijn gewonnen. Challenge samen met Heli en Luna. Ze hebben dat kijken gedaan. En dus geef zeker een duimpje omhoog op de video en abonneer op mijn kanaal. Ga ook zeker kijken bij hun kanaal. Hallo Squad of zoiets. Nee. Ja, hallo. Ja.
Zoiets. En ze gaan kijken hoe video's maken. Ze gaan direct hier een video opnemen met twee. Een Q&A. Dus zeker gaan kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei. Yo, ik ben hier vandaag met... Hey! Oei, maar dat is raar licht, hè? Ligt daar niet meer mee? Leg dat ook. YouTube kanaal. Ah, ja, ja. Ik ga nu nog sminken, Wil. Sminken als weetje. Oké.